Ja, dat klopt. Ja, een bijzondere eer, mag ik wel zeggen. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou ja, ik denk natuurlijk een aanloop van het programma The Tribute, wat nu alweer een jaartje geleden is. En ik heb die show gewonnen en daardoor is alles een beetje op een gegeven moment verder gegaan, zeg maar. Ik heb vorig jaar twee shows mogen doen in het Ziggo Dome. Dit jaar twee shows in het Ziggo Dome. Uitverkocht? Uitverkocht, ja. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja, een droom die uitkomt. En nu dus bij de toppers in de arena. Ja. Gaat het een beetje goed? Kan je al iets verklappen wat je gaat doen? We gaan natuurlijk iets van Elvis doen. Want daar sta ik dan wel onbekend. Dus we hebben een hele mooie medley in de show zitten. En ik ga een duetje met René Vroeger doen. Oh, en wat ga je zingen? My Boy. Wow. Dat wordt dan zeg maar een deels My Boy en een deels Nederlandstalig. Dus dat, leuk. Hoe gaan de repetities? Jij bent net al geweest? Ja, ik ben net even geweest. Het was eigenlijk een soort soundcheck. Zometeen gaan we nog even de doorloop doen. En dan wordt het hele repertoire nog een keer op de schep genomen, zeg maar. Ben je nou dan zenuwachtig voor die shows? Want het is toch de arena natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel heel nuchter. Maar ik denk wel, als we op het moment daar zijn, dan 60.000 mensen, dat is wel veel, hè? Dus en weet je, kijk, als je je eigen show doet, dan heb je nog minder zenuwen, vind ik. Nu doe je iets voor een ander ook. Dus dat, ja, ik denk dat ik een klein beetje zenuwen heb dan. Ja, is dat dan inderdaad, heb je meer spanning dan als je het voor een ander doet in plaats van jezelf? Nou, ik had dus ongeveer 2-3 weken geleden, mocht ik dus in het Ziggo Dome staan 2 keer. Ook uitverkocht. Maar dat was voor mij, ik was niet zenuwachtig. Het was gewoon alsof ik het... Ik pak het heel luchtig op, zeg maar. En dat doe je eigen show. Dus als er dan een keer iets fout gaat, dan kun je dat zelf aanrekenen. Maar ja, voor dit wil je natuurlijk wel 100% goed doen. Tijdens zo'n show, hè, want dat duurt natuurlijk best wel lang. Er gaan er toch echt wel dingen mis af en toe. Ja, tuurlijk. Maar dat is menselijk. En je moet fouten durven maken. Anders dan zul je nooit leren. Dus ik ben ook niet bang om fouten te maken. En als je een foutje maakt, dan is het menselijk. Heb je een keer meegemaakt dat er echt wel een duidelijke fout was? En dat je dat toch op de een of andere manier hebt opgelost? Ja, ik heb wel eens wat ongelukjes gehad, zeg maar. Ik ben wel eens gestruikeld over een monitor. Ja, en ik heb wel eens, ik ben wel eens uit mijn broek gescheurd. Dus, maar hoe dan? Nou ja, ik beweeg nogal veel in de show. En het was niet de juiste maat, geloof ik. Aan de achterkant, of? Ja, ja. Vragen mensen het? Mensen zagen het ook, ja. Dus ik ging echt hinkelend het podium af. Ja. Maar gelukkig had ik nog een broek bij me, dus dat ging goed. Ja. Maar er moet wat, ik bedoel, fout is menselijk. En achteraf kun je erom lachen natuurlijk.